Samuel, welkom in Tilburg. Je eerste ritje naar de club, kleren uitzoeken, meetrainen. Wat zijn je eerste indrukken? Nou goed, familiare club. Ik prima groep jongens. En mijn eerste indruk is zeker een goeie. Ja, je hebt wat clubs al gehad in Nederland. Wat is je gevoel bij Willem II? Wat voor club ben je terechtgekomen? Nee, wat ik zei. Ik ben met beide armen zeg maar naar binnen gehaald. En eigenlijk... alleen maar goede dingen over de club gehoord. En, dit seizoen zijn ze natuurlijk voor nu een paar spelers hebben ze nu binnengehaald. En, ik heb alle vertrouwen in de groep en hopen dat we dit seizoen iets moois van kunnen maken. Wat is iets moois voor jou? Nou, kijk, ik ben hier net binnen. Ik weet niet precies wat voor doelstellingen de club heeft neergezet tussen de jongens in de groep. Want ik ben er pas vandaag. Gaat vooral niet degraderen hier? Nee, zeker niet. En, we willen zeker richting de linker rijtje toe. En dat zijn mooie seizoenscijfers voor Willem II, denk ik, dit jaar. Wat heeft Streppel jou beloofd? Wat moet je rol worden hier? Nou, kijk, beloven kan niemand. Maar ik zou hier komen om op mijn favoriete positie gespeeld. Ik heb nu een tijdje niet op die plek zoals vorig jaar mogen spelen. En dit jaar zou ik me... Met name op de spitspositie moeten gaan focussen. Daar voel ik me ook het lekkerst bij. En ik ga nu keihard trainen om de dag fitter te worden. En uiteindelijk natuurlijk waarde voor de club moet zijn. Samen met Armenteros, die weten we van Heracles dat hij over een lange periode heel veel kon scoren. Is dat het gevoel waar je weer naar op zoek wil gaan? Nee, zeker. Dat is ook... de bedoeling met de spits. De spits moet er staan om doelpunt te scoren. Ik heb nu 2 jaar niet in de spits gestaan. Dus dat gevoel, daar ben ik zeker op naar zoek. En op zoek naar. En dat hoop ik zo snel mogelijk te vinden. Is dat ook de reden waarom het niet helemaal gelukt is in België? Nou ja, kijk, in België, praat ik liever niet over. Maar dit is ook een nieuwe stap voor mij. En ook... Hoe kan ik vooruitkijken, weet je? Wat is gebeurd, is gebeurd. Heeft weinig met het sportieve te maken, maar goed. Ik ben hier nu om lekker weer te gaan voetballen en weer de plezier volledig te vinden. Dus, blij dat je weg bent, want ik hoor dat je een beetje klaar was met Brussel. Ja, nou, zoals gezegd, ik ben nu hier in Tilburg en daar ben ik blij mee. Ik heb verwacht, hè, op je debuut. Ja, nee, ik mag even wachten, helaas. Dat is niet anders. Maar tegelijk krijg ik ook 2 weken extra om extra fit te zijn voor mijn debuut. Dus. Tegen Feyenoord in de Kuip, dat is ook iets. Ja, toevallig. Ja. Nee, dat is mooi.